Welkom terug bij Forza Horizon 5. En vandaag gaan we aan de slag met deze auto. En ik heb geen idee hoe ik in deze auto kom. Maar in de laatste Forza video zag ik ineens dat ik hem had. En dacht, hè? Dus vandaag gaan we hem behandelen. En voor de mensen die deze auto niet kennen. Dit is de Gordon Murray T50. En Gordon Murray is de man achter de legendarische McLaren F1. Dus die heeft zijn eigen auto ontworpen. Dat is deze. En het eerste wat jullie waarschijnlijk ook opvalt is die rare fan achterop. Ik vind het persoonlijk echt afgrijzelijk. Blijkbaar is dat gedaan voor iets van downforce. Dat zou downforce moeten genereren of zoiets, dacht ik. Misschien heb ik het fout hoor. Maar ik vind het echt gigantisch lelijk. Maar naast dat is het wel een brute bak. Het klinkt ook echt insane, zoals je kan horen. Waarschijnlijk een van de beste car sounds ever. En ik weet niet hoeveel RPM's die haalt, maar behoorlijk veel. Het klinkt net als een motor bijna. En het voordeel is ook wel. Het is natuurlijk een klein autootje, dus lekker nimble. Rijdt op zich al fijn. En trouwens, je zit in het midden. Net zoals dus McLaren F1. Maar ja, we gaan deze auto vandaag een beetje onder handen nemen. Ik weet niet of wat te upgraden valt. Dat gaan we zo meteen checken. We gaan wat races doen. Van alles en nog wat. Ze hebben er zin in. Drop een likey. En oh, nee. Ah. Ik heb hem grotendeels vermeden. Dat erg ik een afloop. Maar we zitten nou dus op de snelweg. En er is een V-Max boost. En als we dat doen, dan zouden we in principe een hogere snelheid moeten halen. Want nu hebben we dus de downforce mode aangezet. En als ik op L3, ja, klik. Dan krijgen we V-Max boost. Dan zie je ook die flap omlaag gaan. En in principe zouden we nou sneller moeten zijn. Ik heb het nog niet getest. Dus we gaan het zien. Ik heb nog gelijk even cockpit view. Kijk dan toch, jongens. Ja, ik vind het niet een bijzonder mooie auto of zo. Maar ik vind het op zich wel een tof idee. En hij is wel degelijk sneller nou, of niet? We hebben natuurlijk ook meer plekken om op de snelweg te zitten. Maar 350? Daar valt niks tegen, hoor. Maar 370, hij blijft klimmen. Wauw. Dit ding is... Dit ding is een stuk sneller dan ik had verwacht. Ik had niet verwacht dat hij dit zou halen. Ik denk 340, 330. Maar nee, hoor. Maar ik denk dat we hem zo meteen toch weer even op die downforce mode zetten. Want die ging snel zat. En downforce is op zich wel wenselijk. Vooral in een race. We kunnen even kijken of er weer iets nieuws is met die festival playlist. Eigenlijk elke video doe ik dat en er is eigenlijk nooit iets. Maar kijken kan geen kwaad. City Break. Wat is dit voor event? Dit is met modern supercars. Je zou zeggen dat deze auto daaraan moet voldoen. Oh ja, natuurlijk een hypercar. Want toen ging het 370. Op zich is dat niet zo gek. Het valt onder. I mean, qua looks ziet hij er niet uit als een hypercar. Right? Dit lijkt me op zich wel een prima race. Dan gaan we deze doen. Dan eindigen we hierboven. Dan kunnen we gelijk doorrijden naar mijn vakantiewoning. Dat lijkt hem te gaan worden. Ook al hebben we net gezien dat deze auto best wel snel is. Op de een of andere manier heb ik echt het idee dat het een gigantische underdog is. Dus we zullen zien of we een beetje kans maken. En of die fan een beetje werkt. En dat idee heb ik namelijk wel. Want je moet nagaan, deze auto heeft dus geen spoilers. Kijk, je hebt die twee flappen. Remmen. Hij heeft ook goede remmen. God damn. Maar je hebt alleen die twee kleine flappen. En dus die grote ventilator. En het lijkt zeer zeker zijn ding te doen. Als je ziet hoe die bocht die je neemt. Ja, dat is best wel impressive. Waar rij je vierde? Lol. Het geen idee of iedereen. Maar ik ben benieuwd of we in de toekomst meer auto's gaan zien met zo'n ventilator. Ja, ik vind het echt afgrijzelijk. En bij deze auto is ook wel een beetje een hoe noem je het ook weer? Een focal point. Een statement. En ik denk dat je het wel een beetje mooi kan wegwerken. Maar het lijkt dus te werken. Dus misschien dat we het in de toekomst meer zullen zien. Geen idee. Maar voor nu gaan we zien of wij... Oh boy. Weet je wat? Ja, ga gewoon. Gaan we zien of wij hier kunnen winnen. En we staan op een punt om die... Ja! Derde plaats te pakken. Ik dacht even dat ik die checkpoint miste. Dat scheelde gigantisch weinig. En deze auto rijdt oprecht fijn.
En dat zal waarschijnlijk zijn dat hij gewoon goed in balans is. Kijk, het is niet overdreven snel. Of niet, ik moet zo zeggen, hij heeft niet overdreven veel PK. En hier is de eindsprint. Na, jullie komen er niet langs. Volgens mij heeft die zonde trouwens net zoveel PK als deze auto. Ook iets rond de 600, dacht ik. Maar dit is natuurlijk gloednieuwe technologie. Plus, hij zal lichter zijn. Derde plaats. Nogmaals, het is in mijn ogen geen hypercar. Ja, hypercar performance. Maar het is geen hypercar. Kan ik eigenlijk die camera's zien vanuit de cockpit? Yep. Kijk, links en rechts. Je hebt geen spiegels. Dus, camera's. Ziet er wel interessant uit. En wat we nou gaan doen is, we brengen hem dus heel eventjes naar huis. En gaan we eens even kijken wat er allemaal mogelijk gaat zijn qua customization. En misschien een ander kleurtje, want dat grijze is een beetje saai. Past bij de auto, omdat hij gewoon heel erg sleek is. Maar we zullen eens even kijken wat er allemaal mogelijk is. Dan kan ik eigenlijk driften. I mean, waarom ook niet? Ik denk wel dat we dan die downforce eigenlijk uit moeten. Oh, oké, dat was veel te veel angle. Waarschijnlijk als ik die downforce uitzet, dat dat ook wel helpt. Ja, het is geen driftauto natuurlijk. Maar bijna 100.000 punten. Valt niks tegen. Alright, we rijden rustig terug naar huis. En we gaan eens even upgraden. Weet je wat? Ik rijd wel in first person. Dat is toch wel een van de dingen die deze auto een beetje uniek maakt. Dat je dus in het midden zit. Dan moeten we daar ook wel even van genieten, hè? Het lijkt erop dat we niet heel veel kunnen upgraden. We hebben iets voor Aero. Dat is dan die lelijke voorbumper. I mean, weet je, bij deze auto is het niet eens heel lelijk. Vaak heb je dan die toe hook, maar die heb je niet. Dus die kan ik op zich wel doen. En dan een spoiler, dat gaan we dus even niet doen. Hè? Dat is echt... Dit is schandalig. Oké, wat hebben we nog meer? We hebben andere vering, waaronder een drift suspension. Of dus een rally. Nee, laten we gewoon lekker standaard. We kunnen hem nog lichter maken dan hij al is. Prima, I guess. Wat hebben we hier? We hebben een andere transmission. Er zit geen race transmission in. Dat is een beetje ongeloofwaardig, maar oké. Ik gooi die banden iets verder naar buiten. Ziet er altijd gewoon vetter uit. Kijk, of het beter is, geen idee. Maar ik vind het altijd mooier als ze iets verder naar buiten staan. Die velgen die zijn eigenlijk prima. Die laten we mooi erop zitten. We hebben nog een conversion. All-wheel drive. Oh. Oké, wacht even. Nou ben ik eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig. Hoe OP deze auto kan worden. Want als ik naar die stats kijk. Oeh. Oeh. En we hebben nog een twin turbo. Oké, wacht even. Wacht even. Dit verandert een hele hoop. Oeh. Oké, ik moet nou sowieso wel voor een all-wheel drive tune gaan. Gewoon puur om te proberen. Kijk hoe insane dat is. Om dit... oh no. Please zeg me dat er niet die lelijke spoiler op zit. Please niet die spoiler. God damn it. Weet je, ik vind het niet eens heel lelijk, die spoiler. Maar het is gewoon meer het feit dat... ja, van deze kant is echt afgrijzelijk. Van de voorkant, dan heb je niet in de gaten hoe lelijk die spoiler eigenlijk is. Kan ik eigenlijk hier achter die klep openen? Nee, hè? Nee. Helaas. De deuren kunnen wel open, zoals je kan zien. Ziet er heel ziek uit. En dat ding voor kan ook open. Wat voor kleur gaan wij gebruiken? Oh, wauw. Dit is raar. Dit is een beetje die kleurencombinatie van de... hoe heet die Mercedes ook weer? Oh, dit vind ik op zich wel nice. Blauw en dan met die gouden velgen. Dat is een mooie kleur, blauw. Oeh, ja, de blauwe is nice. Oh, no. Ik denk niet dat deze auto heel fijn gaat zijn. Met wat er allemaal veranderd is, maar... Ik wilde hem gewoon even testen op deze manier, want... Het klinkt veel te OP. Maar of hij dat ook echt is, dat weet ik natuurlijk helemaal niet. Maar met hoe die net al reed... Als je maar gewoon all drive maakt en nog meer pk geeft, dat... Oh, dat bochtenwerk. Dat bevalt me wel. Ja, ik hoef helemaal niet bijzonder veel te remmen.
We gaan eens even op zoek naar een rage. Weet je wat? We gaan eerst even richting een snelweg. Om te kijken wat de topsnelheid nou is. En dan gaan we daarna door naar een race. En dan gaan we zien of we daar kunnen winnen. Ik weet niet precies hoe ik moet rijden. Oh, we hebben weer een driftzone. Ik heb alleen die drift suspension er nou volgens mij niet op zitten. I mean, dat weet ik niet, want ik heb het zelf natuurlijk niet gedaan. Dit is gewoon een tune. Maar ik gok dat die er niet op zit. Ik moet een klein beetje oppassen met angle. Maar ik moet zeggen dat de auto... Oh boy! Een stuk beter rijdt dan ik had verwacht met deze tune. Ik denk, dit gaat de hele auto slopen. Maar het valt ergens niks tegen. Maar ja, we rijden dus door naar de snelweg. En dan gaan we daarna op zoek naar een race. Het is en blijft dat lastig in deze game. Wat voor race ik moet gaan doen. Maar we vinden wel iets. 360. 370. Ik heb nog een extra versnelling. I mean. We gaan hier volgens mij iets omhoog. En dan gaan we weer omlaag. Er zit daar een beetje een dalletje. Die gaan we verder omlaag. Dus we gaan toch wel richting de 400. Maar een stuk minder snel dan ik had verwacht. Ja. We komen er wel, hoop ik. We komen er niet. Nee. Dit valt me ergens tegen, man. Want gewoon standaard ging je 370. Ah. Oké. Okay. I mean, je hebt deze snel natuurlijk nooit nodig. Daar niet van. Maar, Oké. Okay. Dus geen 400. Misschien in de perfecte omstandigheden dat we het kunnen halen. En over dat gesproken. We zijn level up. We hebben een wheelspin. We gaan straks op het einde nog een wheelspin openen. Blijf kijken. Maar we gaan op zoek naar een race. Niet deze. Die heb ik laatst volgens mij nog gedaan. Een andere. Maar waar? Ik denk dat we deze gaan doen. Dit is op zich wel een mooie baan. Hier een beetje door de jungle heen. Of in ieder geval gedeeltelijk. Het is wel een korte baan weer. Echt, al die races zijn te kort in dit spel. Hoe vaak moet ik dat nog blijven zeggen? Tot vervelend aan toe. Wat ik gewoon apart vind, is dat hij gewoon nog steeds fatsoenlijk stuurt. Want dat is het eerste wat fout gaat bij all-wheel drive. Dat sturen. Vaak heb je echt mokradden aan de steer. Maar nee. Oké, okay, nou, hier zijn we dan. Aerodrome Sprint. Wacht. Ik moet heel even wisselen. Downforce mode activated. Volgens mij gaat dat vanzelf als je in een racing gaat. Maar ik ga geen risico's nemen. Nou, blauw staat er wel echt goed, hè. Dat was sowieso een juiste keuze. Ik denk nog steeds dat die in het oranje ook wel mooi zou zijn. Of natuurlijk rood. Rood werkt altijd. Maar dat wilde ik eigenlijk niet doen. Dat is een beetje standaard. Oh, dat lijkt op de rem. Kijk hoe druk het trouwens is. Oh, ik mag doorrijden. Ik miste weer die checkpoint. Je mag het altijd een klein beetje afsnijden, maar je moet ermee oppassen. Ik kan er gelukkig mee wegkomen. En waar rij je? Derde? Oké. Okay. Maar dit soort races moet je in het begin ook altijd een beetje lomp zijn en risico's pakken. Want de races zijn eigenlijk te kort om af te wachten. De race is misschien 3 minuten, waarschijnlijk nog niet eens. Dus er is geen tijd om rustig aan te doen. Oh, rechtstukkie. Ja, ik denk niet dat we hier echt voordeel uit zullen halen. Want nogmaals, de auto was snel. Maar ik denk niet dat die sneller zijn als die twee voor ons. Dat is een 918. En de andere dingen weet ik niet wat het is. Dat is een Valkyrie. Ja, qua topsnelheid is dit natuurlijk niet de snelste auto. Qua rijgedrag wel een van de betere. En oh. We komen eraan. Oh, de race zit er ook alweer bijna op. Dat gaat zo snel. I mean, als we weer derde worden is dat prima. Auw, ik had understeer. Maar het zou op zich wel leuk zijn. Als ik nog een winnetje kan krijgen. Heel misschien dat zij veel moeten remmen in die bocht hier. Want ik hoef eigenlijk bijna niet te remmen. Oké. Okay. Ga weg! Nee! Nee! Als die auto niet precies in die bocht zat. Kon ik daar precies eens doorsnijden. En dan was ik eerste gefinished. Ongetwijfeld. Ik kon die bocht zoveel sneller nemen dan hij kon. Weet je wat? Verliezen van een Valkyrie is geen schande. En toen zat ik ineens op een zandpad. Wat? Hoe kom ik hier terecht?
raar. Wacht, daar staat settings, hè? Oh, really, dude? Really? Ik wil even kijken wat er gebeurt als ik dus die mode verander. Verandert dit dashboard dan ook? Nee. Ah, ik had gehoopt dat er misschien een soort andere mode zou activeren of zo. Maar je ziet letterlijk geen verschil. Ah, dat is een beetje jammer. Ik weet niet of dat überhaupt het geval is in het echt. Maar ik denk ik zal eens kijken. Hé, weet je wat we nou gaan doen? We gaan even snel een wheelspin openen en dan gaan we ermee stoppen. Maar ik moet je vertellen, oprecht super fijne auto. Ik zou die tune waarschijnlijk niet doen, want er is geen reden voor. Maar naast dat duimpje, nice auto. En trouwens, drop een duimpje op deze video, dankjewel. Hé, we gaan even snel een wheelspin openen. Wat kunnen we daaruit krijgen? We hebben een gewone en een supertje. Ik ga de supertjes weer sparen. Dus we openen een normale. Wat gaat erin zitten? Eenmaal, andermaal. En het is... $90.000. Hey, voor de leuke video, drop een like, abonneer voor meer. Klik op de bel. Check deze video. En hopelijk tot snel. Houdoe.